Dag Hans, bij de start van het nieuwe jaar willen we uiteraard ook even kijken wat de economische perspectieven zijn voor 2022. Als chief economist bij de Groof Peterkam wil ik met jou graag eens de meest recente evoluties overlopen. En dan denk ik, ja, kunnen we niet om de coronapandemie heen en die oprukkende omicrongolf? Hoe schat jij dat in? Ja, dat blijft toch een belangrijk punt vandaag ook voor ons, voor financiële markten. Dus wat we zien inderdaad in veel landen is dat je echt een muur van besmettingen hebt. Daar kunnen we niet omheen. Sommige landen nemen ook echt maatregelen, hebben we gezien in Nederland, Oostenrijk bijvoorbeeld. De hoop en de verwachting is tot nu toe, gegeven de evidentie die we gezien hebben in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika, dat het naar ziektebeeld toch zal meevallen en dat het ook naar duurtijd toe redelijk zal meevallen. Maar dat is misschien meer een hoop vooralsnog dan een zekerheid. Een ander fenomeen dat al een tijdje duurt en waar we zeker ook dit jaar rekening mee moeten houden, dat is oplopende inflatie. En dan wordt er vooral gekeken naar de reactie in de Verenigde Staten. Hè? Ja, en die is er. Het is dus toch duidelijk dat zowel in Amerika als in Europa de voorbije maanden inflatie duidelijk is opgelopen. Nu, dat lag ook wel min of meer in de verwachting, maar er is toch een wijziging gebeurd ten opzichte van, laten we zeggen, eind november, begin december. Hè. Dus de Fed is toch iets meer nadrukkelijker op het voorplan getreden wat betreft de verwachtingen van de eerste renteverhoging. En dus waar we eigenlijk tot voor kort nog uitgingen van een vijf, zestal renteverhogingen tegen eind 2023, dus tegen eind volgend jaar, ja, lijkt nu toch in de markt en ook de Fed zelf te zeggen, impliciet althans, dat het zeven of acht renteverhogingen kunnen zijn. En dat maakt toch dat er iets veranderd is. Nu natuurlijk, die rente zal nog altijd wel structureel laag blijven. Maar dat maakt ook dat je tegen eind 2023 toch eerder op een niveau zit qua beleidsrente in Amerika van 1,5 à 1,75%, eerder dan net boven de 1%. En wat betekenen die evoluties in de Verenigde Staten dan voor Europa? Wat gaat de Europese Centrale Bank doen? De Europese Centrale Bank zal niet onmiddellijk volgen in de verkrapping van het monetair beleid. Dus de obligatieaankopen worden wel stelselmatig afgebouwd. Maar een renteverhoging zit er vooralsnog niet in dit jaar. En dat komt omdat de onderliggende inflatiedruk toch minder is in Europa als we het vergelijken met Amerika. Als we dan kijken naar wat er internationaal gebeurt, dan kunnen we er ook niet omheen. Er zijn oplopende internationale spanningen. Wat zijn de conflicten die we in de gaten moeten houden? Ja, op korte termijn hebben we natuurlijk gezien dat het grensconflict in Oekraïne, tussen Oekraïne en Rusland natuurlijk, volop in de schijnwerper staat. En dat zal waarschijnlijk nog even duren. Dat lijkt niet onmiddellijk opgelost. Maar ik denk dat we daarnaast toch ook niet omheen kunnen rond de situatie van China en Taiwan. Hè. Dus dat lijkt nu even in de luwte te zitten, maar dat komt ongetwijfeld ook terug. Ja. Als je al die zaken in ogenschouw neemt, wat zijn dan de macro-economische perspectieven voor 2022? Ik denk, er is wat dat betreft niet heel veel veranderd ten opzichte van eind vorig jaar, maar wel natuurlijk die Omicron-variant die nadrukkelijk op het voorplan is getreden. En dat maakt toch dat de knelpunten die er al waren, de bottlenecks in de economie, in de voorraadketens en ook op de arbeidsmarkt, dat die door die Omicron-variant iets wat geaccentueerd worden. Lager eerste kwartaal groeicijfer allicht, wat maakt ook dat het jaarcijfer geïmpacteerd wordt. Maar ik denk toch dat we daardoor moeten kunnen kijken, althans in het basisscenario. En dat maakt ook dat de groeivooruitzichten voor dit jaar en ook volgend jaar nog redelijk oké moeten kunnen blijven. We zien een hoge volatiliteit op dit moment op de beurzen. Hoe is die te verklaren? Wel, ja, dat is inderdaad wat we gezien hebben. Hè. Dus we spraken daarnet over die verwachte renteverhogingen in de VS. Die zijn scherper op de voorgrond getreden. Dat maakt ook dat de lange termijnrente in de Verenigde Staten, ook in Europa, maar in Amerika, laten we zeggen, die tienjaarsrente is gestegen van 1,5% naar 1,75% vandaag de dag. En dat heeft zich dan laten gevoelen met name op de groeiaandelen. Die zijn eigenlijk teruggevallen. Dus wat we zien is bijvoorbeeld dat we ten opzichte van de top van de Nasdaq eind november, dat we nu daar zo'n 7% zijn teruggevallen. Voor een bredere beursindex zoals de Dow Jones is die ten opzichte van de top, is die daling beperkter. Dus slechts 2%. Dus we hebben daar een rotatie gezien, zou je kunnen zeggen, van groeiaandelen naar cyclische aandelen. Als je dat nu bekijkt vanuit het perspectief van de Groof Peterkam, wat zijn de strategische overwegingen die jullie dan maken voor de beleggingsportefeuilles? Wel, wij houden vooralsnog vast aan een overwogen positie in aandelen. Dus de eerste reden is dat de bedrijfswinsten ook in 2022 nog zullen stijgen. Dat zal niet meer gebeuren op het spectaculaire niveau van vorig jaar. Toen was het echt double digit. Nu zal dat, laten we zeggen, tussen de 5 en de 10% zijn, naar verwachting. Ten tweede is dat ondanks die renteverhogingen in de Verenigde Staten, daar kunnen we misschien zo'n 4 renteverhogingen verwachten dit jaar, met de eerste al in maart, maar dat ondanks die situatie toch nog de monetaire condities soepel zullen blijven.
En daaruit volgt dan dat ja, uit die lage structurele renteomgeving, die toch nog wel blijft, dat we eigenlijk nog altijd inzetten op een duale benadering in die aandelenportefeuilles. Dus enerzijds zowel die cyclisch georiënteerde aandelen, maar anderzijds ook nog die groeiaandelen. En daaruit volgt dan weer dat we overwogen blijven in Amerika, waar traditioneel meer de nadruk wordt gelegd op de technologieaandelen, maar ook in Europa, waar de cyclische aandelen toch meer nadrukkelijk zijn. Hans Bevers, bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan.